Bouncer. Grappler. Shotgun. And you trap, bro! Woo! Yo de mensen, super leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal GamesWheel. En in deze video, jongens, gaan we naar Retro en heb ik een standaard pickaxe aangezet. Ik weet niet waarom, maar het speelt best wel chill deze pickaxe. Dus ik dacht van, weet je, fuck it, we gaan het gewoon aanzetten in de video natuurlijk. We gaan naar Hondenhuis natuurlijk, altijd in Retro. En ja, we gaan gewoon kijken of we dit solopotje tot een goed eind kunnen brengen met veel kills natuurlijk. En op dit moment zie ik niet al te veel mensen hier landen, maar wel een paar. Dus hey, we kunnen in ieder geval wat kills gaan pakken hier. Ik zie hier al een AR, nice, dank u wel. Een, oeh, drunken, nice. Oké, ik hoor iemand hier. Dit is zo sterk wapen, man. I love it. Nice dat we die drunken nu al hebben gekregen, gek. Dat is echt chill, want ik hou van de drunken. En een grote shield potion. Oké, dit is al best wel een heerlijk begin. Ik moet eigenlijk nog een shotgun fixen, dan vind ik het helemaal perfect. Boogie bonds is natuurlijk ook ja, redelijk handig. Het is niet heel erg chill, want je kan jezelf natuurlijk ook boogieën. Nog een shield potion, what the fuck? En een tag, oké. We hebben heel veel geluk nu. Dat is lekker, man. Full shield, nice. Even denken, dan gooi ik die hierheen zo. Nee, toch even zo, want dan ga ik deze weer meenemen. Nice, oké. Ik moet eigenlijk een pump nu fixen, dan is het helemaal compleet. Of een heavy shotgun natuurlijk. Nou, een heavy is best wel lastig te krijgen. Dus laten we maar gewoon op de pump houden op dit moment. Ja, nou, laten we gewoon maar weggaan bij dit huis. Ik ga op kills, jongens. Even zien, waar zitten mensen? Ik denk een beetje bij die huisjes, zo te horen. Ik denk dat de shops een beetje wat rustiger is op dit moment. Dus ik ga naar de huisjes toe, kijken of we daar iemand kunnen vinden. Een beetje daar volgens mij zit iemand. I don't know, ik hoor op dit moment niks meer. Wat hout meenemen, huppakeetje. Ja, jawel, daar is geloot. De deur staat ook open. Ja, hij zit er ook nog binnen. Kijk, je ziet hem. Fuck, oké, dat was misschien niet heel erg handig. Ik hoor ook achter mij schoten. Wat is deze gozer aan het doen? Ik kon net op zijn been raken. Hij is niet geboekt, of wel? Kut, dit bedoel ik. Oh my god. Oh yes. Hij heeft zichzelf ingebouwd. Oh my god. Dit was precies wat ik bedoelde, gek. Waar zit hij nou? Oh, daar. Hi. Doei. Oké, dat was een beetje een chaotisch gebeuren hier. Ik heb wel een punt trouwens. Nice. Ja, zie je die boogiebombs? Ik weet niet. Ik heb datzelfde bij de RPG. Hartstikke chill om zeg maar mensen mee te irriteren. Maar ik kill of mezelf ermee met een RPG of ik boogie mezelf altijd. Dat is een beetje... Ja, dat is gewoon mijn schuld. Ik kan er gewoon niet goed mee omgaan. Maar hey, we hebben hem. Dat is nice. En ja, op zich hebben we ook weer wat hout erbij. Dus dat is helemaal perfect. Volgens mij hoor ik hier nog een kist. And I want some loot, man. Oh my god, een jug. Ja, die neem ik wel even mee. Die laat ik wel liggen. Ik weet niet, ik vind de drumgun chiller dan een SMG. Hij is ook volgens mij sterker dan een SMG. Dus ja, dat is eigenlijk best wel logisch dat je hem dan meeneemt. En ik weet niet, ik kan niet zo goed met die SMG's omgaan. Ik vind dat een beetje te weinig damage of zo. Natuurlijk zijn ze best wel sterk ook weer, als je het zo bekijkt. Oeh, wat? Shit, ik moet even wat minder gaan schieten, man. Ik moet pas gaan schieten als ik echt denk van, yo, dit wordt een hit, ouwe. Maar oké, dit is niet zo heel slim. Hij zit op doghouse. En hij schiet ook met... Shit. Komt u maar. Kut. Nice. Nice. Er zit nog iemand bij ons. Geef me, jezus, wat veel loot hier. Geef me die maar even. En die minis, waar zit die? Oké, nice. Oké, er was nog iemand die zich mee... Oh, ik moet die jug nemen. Ik moet die jug even gaan pakken, jongens. Oké, laat me heel even deze innemen. Doe even zo. Oké, even deur dicht. Oké, er zit nog een enemy hier. Dus ik moet heel even goed luisteren. Dus ik ben heel even stil nu. Ze weet me nooit wanneer die gaat pushen. Ik heb niet zoveel bouw. Waarom praat ik de hele tijd door? Ja, het is gewoon puur mij. Verdorie. Nee, ik kan wel horen, denk ik. Oké. Ik heb die grappler. Dat is heel chill. Ik wil even mijn mini shield terug. Dank u wel. Oké, nice. Oh, dat is mijn trap. Oh, ik schrok wel even weer. Ah, lol. Mijn eigen trap, jongens. Oké. Waar zit die laatste persoon? Ik denk een beetje daar. Denk ik. Kom. Huts. Hallo. Er zit hier. Er was nog iemand, gast. Daar hebben we hem. Kijk eens aan. Nice, dan weten we dat. Ik moet wel even wat bouw fixen. Oké, nice. Dan gaan we deze knaap ook even jagen. Shit, ik wil eigenlijk dat bosje even hakken.
Hij zit hier binnen. Wat ben je aan het doen, gast? Doe je... Ja, dat was niet heel erg slim van je, bro. Let's get it, jongens. 5 fucking kills in retail, ouwe. Dat heb ik wel echt lang gemist, ouwe. Dat je meer dan... Ik kom daar nooit eigenlijk met 2 kills plus uit, zeg maar. Dus dit is wel lekker, man. Holy shit, nice. Let's get it. Dat was niet zo slim van die kerel dat hij bleef doorbouwen. Ik had echt perfect daar geschoten. Dat is prima, jongens. Nice. 30 mag hier mee. Nou, eigenlijk 29. 5 kills in de pocket. Lekker. En we hebben op zich nog best wel chille loot ook nog eens. Dus dit is echt helemaal perfect. Alleen de ja, het bouwmateriaal kan nog wel even wat beter. Dus ik ga er dan even nog wat hakken hier. Maar hey, chill man. 5 kills. Lekker. En ja, die pump, jongen. Oh, die doet nog soms wel echt lekkere damage daar, jongen. Dat was echt 150 headshot of zo ongeveer. Nou, dat is wel even. Dat is wel lekker om te hitten, man. Bam. In één klap weg gewoon. Is dit huis geloot? Ik zag hier wel wat steen nog liggen. Ja, oh, kijk eens aan. Blauwe pump. Nice. Ja, ik vertrouw dit nooit, man. Met traps en zo. Je weet maar nooit. Ik ga heel rustig even door dit huis. Nou, dit is dan wel weer geloot. Nou, heeft die blauwe pump gemist? Nou, niet zo slim van hem. Nou, dan hebben wij weer een blauwe pump extra. Let's go. Oké, ik ga even naar deze huisjes hier. Daar zo. Want we zitten we zitten echt perfect in de C-zone. Precies in het midden, dat is super chill. Dan gaan we even nog iets looten. Want ik wil eigenlijk iets van een sniper. Een hunting rifle sniper even vinden. Want ik hou van snipen. En snipen is ook echt heel erg chill in deze game. Dus ja, dat moeten we even fixen. Is dit geloot? Nee. Oké, dat is wel chill. Oké, ik hoor een rift gaan. Ja, dat is best wel ver weg. Ik heb niet echt launchpads en bouncers. Waardoor ik eigenlijk een beetje alles op de voet moet gaan doen. Want die grappler wil ik even bewaren voor in fights, zeg maar. Gewoon pushen in fights. Oké, blauwe AR hebben we al. En niet gewoon gaan gebruiken om verder te komen in de map. Dus ja, dat is wel een ding. Dus dan moeten we maar even, ja, dan moeten we maar gewoon even gaan rennen. Geen probleem natuurlijk ook. Kan ook even. Het duurt wat langer. Maar ja, dan heb je wel wat. Oké, 1 keer gebruiken. Dit ding is zo leuk, hoor. Woehoe! En we zijn bij dit huis. Ik zeg je eerlijk, als je dan zeg maar in een trap landt, dan ga je toch helemaal stuk van de cringe, ouwe. Dan denk je van, no way, ouwe. Waarom, waarom? Oké, even denken. Wat is een handige tactiek om nu te gaan doen? Ik denk dat we persoonlijk wel naar Salty kunnen gaan. Ik denk dat dat wel chill is om wat kills te farmen, wat meer. Want 5, ja, het is een begin. Maar ja, het begin moet je ook afmaken. Ja, ik weet niet of hier echt mensen zitten bij Dusty. Ik denk dat ik gewoon naar Salty ga. Op een of andere manier kom ik daar altijd wel nog iemand tegen. Dus laten we daar gewoon niet gaan. Ik heb in ieder geval genoeg hout weer. Dat is wel lekker. Ik weet niet. Volgens mij krijg je niet meer hout. Maar het gaat best wel snel dat je weer even veel hout krijgt. Of ik hak gewoon knijterveel. Dat kan natuurlijk ook. Volgens mij zitten het allebei wel een beetje. Oké, nice. Ligt hier nog iets van een kistje? Nee. Oké, dat is wel jammer. Wat? Oh, ja, oké, laat maar. Nou, zoek het uit. Ik ga hier niet eens. Dit was een beetje faal. Oké, ja, we gaan gewoon naar Salty. Let's go. Ik ga erheen. Wat de hel vliegt daar, ouwe? Is dat? Oh, dat is loot. Ik denk al, wat de hel? Een vliegende ster, maar het is gewoon een AR. Lol. Oh, hunting rifle. Oké, die ga ik meenemen. Ik hoor schoten. Ik moet dan wel mijn minis gaan droppen. Dat is wel echt... Dit is zwaar, jongens. Dit is zwaar. Maar ja, die grappler is super chill om te gebruiken. Hier zijn fights geweest, man. Ik heb het gevoel dat echt hier nog heel veel mensen zitten. Ik ben trouwens een beetje verkouden nog, jongens. Het spijt me als je af en toe zo... Ja, oké. Ja. Oké. Maar dan weten jullie dat ik af en toe een beetje snotte. Ja, ik kan er niet zoveel aan doen. Het is een beetje kut. Maar ja, het gaat nog niet echt over. Ik heb het al een week of zo. Oh, shit. Ik hoorde net schoten, maar ik kan er niet echt plaatsen van waar dat kwam. Ik denk een beetje bij Dusty, though. Gaan we gewoon daar even heen. Oep. En we zijn hier, hè. Nice. Ik vind dat ding echt leuk. Ik zeg je eerlijk. Echt een hele goede update dat die erin is gekomen. Het is gewoon... Ja, mijn speelstijl is best wel snel, weet je wel. Pushen, kills, alles, dat erop en eraan. En zo'n grappler maakt het gewoon 10 keer leuker om te gaan pushen. Ik kan gewoon even... Gewoon, ja, snel naar iemand toe springen. Dat is wel fucking sick. En trouwens, ik heb echt gewoon... Ik zie niemand... Oeh... Volgens mij zag ik daar iemand. Ik zag er iets gehakt worden of zo. Dus, ik ben altijd een beetje aan het kutten tijdens het bouwen. Oké, volgens mij zitten hier mensen. Ik dacht een beetje daar, maar hier is ook wel wat gebouwd. I want some kills, man. Het is een beetje rustig geweest nu. Ik heb wel lekker AP en loot, man. Dit is wel... Op zich, dit is best wel chill. Soms push ik natuurlijk mensen zonder, ja, full shield en echt chille loot. Maar we hebben drunken en een pump. En I love the combination daarvan. Dat was Engels en Nederlands in elkaar. Oké. Alleen, ik weet echt, mijn god, niet waar die enemies zitten. Ik hoorde net wel helemaal leuk schoten, hè. Maar ik zie helemaal niemand meer lopen hier. Wat de hel? Waar is iedereen? Wacht, ik ga even zien. Gewoon kijken of er iemand op afkomt. Je weet maar nooit. Iedereen komt altijd op schoten af. Dus soms, als je, jongens, als je kills wil hebben, gewoon een beetje random gaan schieten. Dan komen ze vanzelf naar je toe. Ja, dit is echt raar. Waren die schoten wel vanaf hier?
Ik zie helemaal niemand gewoon. Ik ga weer terug naar Salty, jongens. Even wat meer de season in. Salty, daar moeten nu wel mensen zitten. Dus daar gaan we maar even heen. Ja, 5 kills. Ik heb altijd van... Soms, ik heb hier echt legit een potje hiervoor 18 kills solo's gewonnen. En holy shit, ouwe. Toen kwamen die enemies gewoon de hele tijd naar me. En dat is op dit moment, ja, niet echt aan de gang. Want ik moet gewoon mensen zoeken. En dat is altijd een beetje een ding. Soms heb je van die games dat je zoveel kills haalt. Omdat er gewoon zoveel mensen steeds naar je toe komen. Maar nu, jongen, ik zie echt helemaal niemand, gast. Dit is minder. Oké, okay, 14 remain. Nou, eigenlijk 13. Want je moet jezelf natuurlijk niet meetellen. Dus er is nog genoeg kills te vissen. Daar was natuurlijk wel gebouwd. Dan gaan we maar gewoon daar even kijken. Kijken of we daar iemand kunnen vinden. Want op dit moment, ja, I don't know. Ik zie helemaal niemand, gast. Helemaal niemand. Dat is minder fijn. Ja, die minis, jongens. Ik kan hem niet meenemen. Die grappler is gewoon te chill om achter te laten. Ja, dat is wel een beetje moeilijker. Na al die updates komen er zoveel leuke dingen en handige dingen in de game. Dat je gewoon heals gewoon soms achterwege moet laten. In ieder geval, dat doe ik altijd. Tja, meestal hebben enemies wel heals bij zich. Waar is iedereen, jongens? Wat de hel? Oh, daar is ook weer gebouwd, joh. Nou, ik ga wel een beetje naar die gebouwde shit toe. Zie je een pakketje hout nog liggen? Laten we dat maar even meenemen. Ik zie echt gewoon niemand, man. Wat de hel? Waar de hel is iedereen? Ik loop een beetje achter de vijf... Oh, 2 hout. Ja, wow. Daar is ook weer gebouwd. Waar de fuck zit iedereen dan? Ik weet het echt niet. Oeh, daar ligt ook weer hout. Ja, ik moet even wat meer bouw hebben. Jongen, jongen. Ik loop hier gewoon alleen maar een beetje rond uit mijn neus te eten. En dat is het. Wat de hel? En gewoon niemand hier. Kom op, even veel hout. Kijk eens aan. Nice, 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 nice. Dat is even chill dat we dat even meenamen, ouwe. Oké, ik ga gewoon daar naartoe. Helaas zie ik niemand. Ik ga niet in de cirkel zitten, jongens. Dan ga ik altijd dood. Want dat, je beweegt zo sloom dat je gewoon eigenlijk niet echt weg kan komen. Het is wel grappig met zo'n deze grappler. Daar schiet je helemaal omhoog. Nou, als je uit die season komt, dan ben je dood. Dus dat is minder. Oep, oh, wat de hel? Oké. Okay. Zitten hier dan nog mensen? Hier is ook weer... Oeh, grappler gun. Hallo? Er moet hier toch wel iemand zitten, hoor. Helemaal niemand. Waar de fuck zit iedereen, gast? Oh, oké, okay, wauw. What the fuck? Oké, okay, dat was minder. Dan hebben we ook nog eens fall damage. Het zit echt niet mee, man. Er gaan mensen dood, maar ik zie niemand. Oké, okay, de season is daarheen. Oké, okay, dan gaan we daar een beetje heen. Ik moet wel eigenlijk... Ja, shit, man. Die damage was een beetje... Dat was een beetje stom voor mij. Oké, okay, ik hoor schoten. Oké, okay, nou hoorde ik het goed. Het was op west. Dan zit ik helemaal bovenop die berg. Oh, man. Ik ga er wel even heen. Even kijken. Is deze grappler gun beter? Even zien. Ja, oké, okay, nice. Chill. Oké, okay, hier liggen ook wat appels. Dan ga ik dat maar even innemen. Ik hoorde ergens een schot vanaf hier. Oké, okay, daar wordt gebouwd. Dan gaan we daarheen. Oké, okay, dat doen we even zo. Vliegen we even... Kan ik dit nog raken? Huts! En we gaan er vandoor, jongen! Oh, shit! Ik weet niet waar de cirkel is. Oh my god. Oké, okay, dit is nog de cirkel. Oké. Okay. Ik, ja, dit is echt niet slim. Daar zit iemand. Zie je hem? Oh my god, dat was fucking close. Oké, okay, ik moet niet... No scope. Oké, okay, ik ga er naartoe, jongens. Let's go. Ja, man. Al dit... Oké, okay, let's go. Oké, okay, ik heb een idee. We gaan van die boom. Deze boom gaan we... Nee, van die boom. Oké, okay, let op. Let op. Dit wordt een play. Welke kant ga je op? Let's go. We got him. Volgens mij wou hij traps plaatsen, maar... Hey, you dead, bro. You dead. Hij heeft een scar. Lekker. Nice. Hé, hé. Oké, okay, we hebben in ieder geval iemand gekillt nog deze game. Dat duurde wel even. Maar hé, we got him. Nice. Eindelijk, man. Jongen, jongen. Dat duurde ook wel echt een jaar of zo. We hebben een golden scar, jongens. Chill. En heel veel bouncers. Wat eigenlijk best wel chill is. Nice. 8 gewoon. Lekker, man. Chill. Nice. Oké. Okay. Ja, nu moeten we eigenlijk de game nog even proberen te winnen. 6 kills. Laten we er gewoon proberen in ieder geval 10 van te maken. Geen idee of dat gaat gebeuren, aangezien ik toch helemaal niemand tegenkom. Want ja, dan krijg je niet echt 10 kills, zeg maar, in de pocket. Maar we moeten even naar de C-zone, kijken of we daar iemand kunnen vinden. Beetje een salty nog kijken. Zie ik niemand op dit moment. Oké. Okay. Ja, ik weet... Ja, ik moet gewoon mensen vinden. Dat is gewoon een ding. Op zich, het gaat wel lekker. HP is prima. Ja, die 2 HP, ja, dat is maar één. Dat moet er maar even mee leven, zou ik maar zeggen. Maar ik wil wel even die kills. Ik ben zo erg op kills gefocust nu. Oeh, die was close, gek. Oké, okay, ik heb een idee. Dit wordt sick. Bouncer. Grappler. Shotgun. And you trap, bro! Woo! Wat een play, gek. Sick. Ik, ja, ik... Oh my god. Ik hou van die grappler gun, jongen.
Dit soort shit is toch geweldig om te doen gewoon. Oh my god. Ik called hem ook gewoon perfect, hè, wat er ging gebeuren. Nice, let's go. Oké, nice. 7 kills. Nog 3 te gaan voor de 10 natuurlijk. Oké, ik heb nu wel wat shield verloren. Dat is wel wat minder. We hebben wel een launchpad. Oeh, zuiver. Dat is chill. Oké, ik ga gewoon dat ding neerzetten, man. Ik kan er gewoon niet... Oh, wacht. Nee, je hebt een nieuwe tactiek nu. Dan doe je gewoon dit. En zo. En dan... Woehoe! Let's go. Oh, dit. Oké, fight. Ja, let's go. Let's go. Mengen. Oké, ik hoor ook... Oké, nu gaat het gaan. Nu is de boel aanwezig. Where are you, bro? Daar is hij. Save damage. Dat deed veel damage. Let's go. Zit nog een guy hier. Bro, je moet wel gaan schieten, jongens. Mensen vergeten zo erg om... Ja, ze bouwen alleen, maar dat is niet slim, man. Ik ben juist een kerel die in bouwfight... Ik bouw veel. Oké, dat kan je misschien wel zien. Ik bouw best wel veel. En onze materialen, gek. What the fuck. Maar je moet juist het schieten in een bouwfight het meeste doen, zou ik maar zeggen. Klinkt heel raar en lijkt net alsof ik een hippie ben of zo. Van, yo, je moet schieten, man, in die bouwfight. Maar het zit zeg maar zo. Als jij alleen maar gaat bouwen en je alleen maar damage vangt, dan ga je dood. Ik ben juist de kerel die meer focust op de enemy dan op het bouwen in een bouwfight. Waardoor je, stel dat hij bouwt, kan je hem gewoon easy proberen te beschieten. En dat moet je doen. Zoals deze guy, die bleef de hele tijd in zijn bouwminuutje. And then you're dead, bro. Then you're dead. Oké, let op. Deze kerel gaat ook weer heel veel bouwen. Zie je? Kijk, dan schiet ik weer even. Jij bent heel erg stom. Dat was minder. Daar ging mijn kill. Oké, we moeten... Oh, wat? Er is al een 1v1. Oké, chill. Nou, we moeten 1 kill maken, jongens. We hebben precies de 10 gehaald. En dat is natuurlijk ons doel. Daar komt Mr. Bean hier al aan. Geen idee, vond ik grappig om te zeggen. Nu gaat hij stressen, let op. Oh, wat? Niet eens? Bro, wat aan je... Oké, wacht, even denken hoor. Even denken, wat ga ik doen? Bro! Je neemt jezelf ook mee, gast, what the fuck? What the hell? Hij killt mij in zichzelf bijna, gek. Nou, dat is ook een tactiek. Ik bedoel, al mijn... Oh, deze guy. Oh, man. Hey, we moeten zo gaan lopen. Ik ben bang voor zijn RPG, man. Weet je, flik erop, ik ben weg. Ik moet er gewoon op wachten. Hij heeft die RPG, man. En dat is doodeng. Laten vallen. Oké, let's go. Valt het? Nee. Oké, nu wel. Doei, vriend. Ja, dan ga ik het maar zo doen. 10 kills. Let's get it, ouwe. Oh my god, perfect. Even een parcoursje doen. Hop. Wat? Oh, dat werkt niet. Hey. Hey. 10 kills, jongens, in de pocket. Oh my god, dit was natuurlijk best wel sick win. Natuurlijk met die grappler gun. Holy shit, wat een awesome wapentje is dat. Ik ben echt blij dat dat ding in de game zit, ouwe. Holy shit. Super zieke place. Nog best wel een beetje riskant op het einde dat die kerel met die RPG. Hij had me bijna gekild, hè. Als ik geen shield had, was ik dood geweest. Maar holy damn, ouwe. Dit was een sicke game, jongens. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vond je deze video leuk? Vergeet niet zeker even een blauw duimpje omhoog te doen. Dat zou super dood zijn. Vergeet ook niet zeker op mijn kanaal te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. Dat zou me super erg helpen om te gaan richting die 90k. En dan is de 100k daar. Oh my god. We gaan super ziek, jongens. Bedankt voor de support. Thanks voor het kijken. En zeg tot bij de volgende video. Later, mensen.